Wat verwachten jullie van de kandidaten? Wel, veel natuurlijk. Hè. Ja. Hey, ik ben fan van Kim natuurlijk. Er is één vraag die ik altijd heb willen stellen, die ik echt vanavond echt wil stellen, Kim, als ik mag. Ik ben er wat zenuwachtig voor, maar zou jij mijn ballen willen signeren? Nee, maar gewoon. Wat verwacht je van hem als kandidaat? Ja, ik heb al gezegd tegen mijn vrouw dat ze niet mocht kijken van een avond met die twee knappe Charles hier. Dat is niet. Dus gat moest er toch aan het kijken zijn. Ik vind uw gat wel te dik in die rok. Als ze naar kwaad is straks, dan weet ik dat ze gekeken heeft. Ik heb eens een Thais lief gehad. Die was heel een tijd aan het zeggen: kleine penis niet erg, kleine penis niet erg. Ik had toch liever gehad dat ze geen penis had. Maar als je niet aan een lief gerokt, Erik, ga naar Thailand. Iedereen gerokt er aan een lief, zelfs jij, hè. De loft is daar nog niet uitgekomen. Ja, Kobe is het dichtstbij. 53. 53 jaar. Volgens wetenschappelijk onderzoek vanaf 53 zie je er minder sexy uit. En hoe oud ben jij, Erik? Ja, 53. Dan klopt de vraag niet. Jij ziet er al 10 jaar niet meer sexy uit. Oh, Erik, iemand zal u wel voor uw geld pakken. Wat gebruik jij zo als paswoord? Niet zeggen, hè. Ik heb van mijn Facebook eens geprobeerd als wachtwoord penis. Maar het was te kort. We spelen met Danira vanavond. Ah, wat vinden jullie ervan? Ja, ik vind het prachtig. Ja, nog een qua kleur in de slimste mens. Dat niet van uw tanden afkomstig. En dan even drinken, dat gaat niet helpen, Erik. Ja, ik vraag me wel af hoe dat een Bart gaat spelen in de quiz. Aanvallend, verdedigend. Of gewoon zoals een ploeg, zonder tactiek. Ja, waarom dat Tomme Blondjes niet voor Club Brugge supporten? Nee. Zo dom zijn die nou ook niet. Goed, laten we nog één afspraak maken. Geen moppen over mijn tanden. Nee, wow. Nee. Beloofd. Ja. Eten dank. Ik zal er een boek over schrijven, hè. 50 tinten bruin, hè? Ja, Bart, ja, Filip kent niks van voetbal. Echt, echt niks. Kun jij hem iets bijleren? Maar ik zal eens meenemen naar een match bij ons, hè. Je gaat direct verkocht zijn. Ja? Ja, absoluut. Oké. Okay. Ja, uiteindelijk veel volk zien. Ja, eigenlijk inderdaad, zo'n match van Club Brugge of een optreden van mij. De mensen komen om te lachen, hè. Met wat voor wagen rijd jij? Ja, niet te chic, of dan heb ik schrik dat ze me gaan pieken. Dus dat is een beetje dezelfde theorie als toen ik trouwde. Ja. En heeft jullie penis een bijnaam? Theo Franke. Door de grote eikel. Richt op zijn piñata. Ja. Oh. Dat is omdat hij dat juist even gedacht heeft en dan is dat op. Wie zit jij eigenlijk? Oh, wat zoeken we, Tom? Mexico! Hoe heet zo'n pop, Tom? Wacht even. Oh.
Nee, ik denk dat we, piñata, ja. Ik denk dat we naar vraag 2 kunnen. Nee, het was een mooie start van het programma. Ja. Sorry voor alles, sorry voor alles. Ik pak je mee om mijn eigen street credibility een beetje op te krikken. Ja, werkt nu al, vind ik. Ja, hè? Ja, je voelt het, hè? Ja, nee. Ik hoop dat ik wat dingen van hem kan leren, kan overnemen. Ja. Zal wel, hè? Nee. Swag, swag. Swag, bitch. Voilà. Adil, ben je blij van hier terug te zijn? Shut up, Mo. Tom Konings is er ook nog bij. Wat verwachten jullie daarvan? Veel. Ja, hij presenteert al jaren programma's met voetbal. Stadion heet het. Ja, dat, hè. Dus, dus hij zal waarschijnlijk wel heel veel van voetbal. Hoe lang duurde de match? 90 minuten. Zie, dat is ongelooflijk. Nee, en Tom Waas, de vijfde keer. Toch spectaculair, hè? Tom Waas is de man dat ik altijd heb willen zijn, maar ik mag niet van mijn vrouw. Wist jij het? Ja, aan de drugs gezeten ook. Ja. Serieus? Ja. Echt waar? Ja. Uitje geschorst. Jantino wist dat niet. Wist dat niet? Dat ik is... heb hem niks verkocht. Erik kijkt nu naar mij van... Volgens mij dan de Erik wel iets verkocht. Nee, zo die operaties, dat is toch geen doen eigenlijk. Hè? Ik wil eigenlijk terug haar hebben, dus ik wil eigenlijk vragen of ik een van uw wenkbrauwen zou mogen. Ja, de medicatie. En daardoor sterven 7000 mensen in de Verenigde Staten. Maar een apotheker had die suppositoire verkeerd gelezen. Eén goeie raad steekt nooit een bruistablet in uw gat. Heel grap. Nee, maar er was zo'n kerel dat zo bij alle politici taarten in het gezicht ging gooien. Klopt, ja. Dat is nog geen reden dat mag hier de blok in de politiek gegaan. En die Jandino lacht maar mee, maar die kent hij niet. Ik zie een sterke, knappe vrouw, Erik. Ja. Ik zal zeggen een tijger. Echt waar? Daar achter u. Wat was de vraag? Wat was de vraag? Ah. Zowel. Zowel. Ja. Zal wel meevallen, zeker. Ja, ja. Al is politica voor N-VA. Vinden jullie dat een toffe partij? Wat is jullie favoriete supermarkt? Bij mij de Koolruid. De Koolruid? Ah. Sinds dat Philippe er niet meer werkt, kom ik ja. Maar ik heb ook al zo staan sukkelen met dat karken om dat zo terug in het karken ervoor te krijgen. Ik was echt ontstompen en ontstompen. Totdat iemand kwam zeggen, meneer, ik moet eerst de dochter eruit halen. Het is het probleem eigenlijk als je de Limburg ervoor zet. Ik snap dat niet wat dat is. Dat is toch wat denigrerend, vind ik? Is het het Limburg? Een Limburg. Limburg verdient dat wel niet, hè? Nee, dat is waar. Nee, we gaan dat nooit meer doen. Nee, voilà. Nee, nooit meer. Beloofd. Nee. De Limburg, nooit niet meer. Allee, dit was de laatste keer. Het is goed met een man. Ja. Spreek je aan Limburgse van? Dat is zeker. Zalig. Ja, maar die mannen kunnen daar niet tegen als je die nadoet ook nog, hè, man. Nee, want dat is niet fijn, hè? Nee, voilà, dat is toch geen wat ik zeg ook, dat het niet fijn is. Ik zeg gewoon juist hetzelfde. Ja. Dat is toch wat hij zegt. Chica. Ja, nee, dat is toch goed gedaan? Ja, chic. Ja. Komt de baan in een banenwinkel. Mensen met een bril zien er direct veel intelligenter uit. Zet jij een bril niet af? Zet hem eens terug op. Ja, nee, jij blijft er wel. Sorry. Ja. De rabbijn heeft liever geen schurige moppen. Zullen jullie daar rekening mee houden? Ja. Ja. Maar het is goed dat hij er is. Dat hem ook de vooroordelen die er over Joden zijn kan weerleggen.
En zoals dat ze geen spiegelbeeld hebben en niet tegen knoflook kunnen en in een kist zwaven en zo. Weet je wat? Woorden van een grote wijsheid. Ah. Vooroordelen wegwerken uit alle mensen van de maatschappij. Zelfs in Vlaanderen hebben we daar al een flinke kluif van. Ja. Wel, ik salueer dat. Ja. Ik denk dat hij de mop niet begrijpt. Ja, dat van die klop voor ook wel. Nee. Filip Geubels, kent u hem? Van de reputatie wel. Ja, hoezo? Kun jij alsjeblieft even naar mijn loge komen? Ik heb een gouden ring gevonden en ik zou moeten weten hoeveel karaat dat is. Kan je zingen? Nee, ik kan niet zingen. Allee, ik kan goed... Natalia heeft ooit gezegd dat ik goed toon kan houden. Ik weet nog altijd niet gehoord dat dat een compliment was. Ja, ja. Nee. Ja, dat is eigenlijk een tweede wat ik heb. Een duikdiploma. Ja, maar ja, meer hebben we operator onder water werken, zo heet het. Ja, fantastisch. Heb jij diploma's? Ja. Filmregisseur, ja. Ah, ja. Effectief, ja, ja. Misschien is het met toon. Hoe fans van YouTube? Ben erop getrouwd. Op YouTube? Ja. Op. I still haven't found what I'm looking for. Ze verstaat geen Engels. Is een goede zanger? Ben je van... Taylor Swift? Ja. Ja. Vindt hij goed, ja. 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 Goeie stem, hè. Goed. Ja? Ja. Staan is dat waar? Ja, goede tanden ook, hè. Goeie tanden? Van die gigantische witte... Stan, dat ligt gevolgd. Ze zijn al laten vallen, juist na de geboorte, maar ze ging al een chance nog aan de navel springen. Dus het was meer bungee springen dan eigenlijk. Verlos ons van het kwade, amen. Ja? En waarom zeg je dat dan? Ik zeg gewoon... Verlos ons van het kwade? Nee. Het kwade, amen. Ah, kwade, amen. Versta je? Dus, zo, en... Ik ga stoppen of zoiets. Maar als je zegt verlos ons van kwade amen, zeg het niet, dan ben je er al van verlost. Zeg niet? Ik heb spijt dat ik het heb gezegd nu. Ja, ja maar jij dat van buiten gereden, maar je hebt er niet over nagedacht, hè? Ja, nee, nee. Ja, nu wel. Ja, maar dat is waar. Maar ja, ja, dat is waar. Zijn van die dingen, hè? Ja, dat is waar. Ik ken het niet. Ik heb nooit de Koran gelezen. Heb jij je vrouw op een datingsite gevonden? Of gewoon? Op tweedehands.be. Wat verwachten jullie hiervan? De grote finale? Grote finale, sterke kandidaten. En ja, natuurlijk altijd een beetje dubbel, hè, Erik. Hoezo? Dat het gedaan is, hè. Ah, ja, ja, ja. Ja, ja, het was leuk, hè? Ja. Een van de leukste seizoenen ooit al. Ja, inderdaad. Geweest, ja. Nee, is goed. Voilà. Ja, nee, is ja mooi. Het is ook spijtig ja, dat ze voorbij is. Allee, pas op, je vrienden in het rusthuis gaan blij zijn dat je het hebt. Maar ja, ja, dat is altijd... Ja. Nou, een pronostiek, zo vlak voor het begin. Wie zal er winnen, denken jullie? Ja, ik kan echt niet kiezen. Kun je niet kiezen? Ik kan zeggen de Waals, want ik heb schrik om op mijn bakjes te krijgen. Je krijgt sowieso mijn bakjes. Ja, vergeet u zeker niet te laten zakken. Hè. En dan bedoel ik in de finale niet je broek op de feestjes straks. Ja. Ja? Oei. Ja, maar het is Claire, zeg. Filip, prachtige finale, hè? Ongelooflijk. Span alles wat moest zijn. Ja. Zwaar, hè? Ja, een mooie winnaar ook. Ja. Ja. Maar een mooie verliezer ook, hoor. Een andere had mooier geweest. Ja, 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 dat is goed. Nee. Je hebt iets bij? Ik heb iets bij, ja. Fantastisch. Mag ik? Zeker. 10 weken en 40 bijeenkomsten lang hebben wij een openbaar onderzoek gehouden onder leiding van de immer nieuwsgierige vorster Erik van Looy.
Een onderzoek naar de slimste mens ter wereld. Onderbroken door reclame en te volgen op de commerciële zender 4. Het resultaat is dat vanaf heden, 17 december 2015, de genaamde Tom Waas niet langer als dusdanig aangesproken hoeft te worden. Juister en eerbiediger is het om vanaf nu te zeggen de slimste mens ter wereld. Quod erat demonstrandum. Met felicitaties van de jury. Dank u wel.